Het is tijd voor de radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Echte Jan, Jan Roos. Ja, welkom bij Echte Jan, de radioshow voor mensen die even geen zin hebben in staatspropaganda. Politiek natuurlijk totaal niet correct, geen heilig huisje blijft heilig en vooral niet links. En mijn naam is dus Jan Roos, de enige echte, echte, enige, echte, enige, echte, 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 enige, echte, echte Jan. En doe trouwens nog even een kleine donatie op janroos@backme.org om deze wekelijkse topshow mogelijk te maken. En dan is Jan Roos, zoals je denkt dat je het schrijft, alleen aan elkaar, .backme. Dat is Engels, hè, dus BACKME.org. Ja, mooi. En echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus staat je islamitische personeel een lokjood met een keppeltje uit te lachen en stuur je als reactie daarop een berichtje dat je heus wel om iets anders heeft gelachen, zoals Albert Heijn heeft gedaan, dan ben je een ontzettende Johan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Man, 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 wat een lekkere echte Jan of Johan staat deze week weer klaar. Want het is niemand anders dan Jean-Claude Juncker. I'm really surprised that you are here. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? Why are you here? Why are you here? Dat zei hij tegen Nigel Farage. Die Juncker, why are you here? Maar eigenlijk de enige vraag die ik bij Juncker heb. Why are you here? Want natuurlijk is die baas van de EU een besopen zuiptuil. Ja, Jan Kloot is vaker dan Koos Albertslam. En god hebben ze ziel natuurlijk, Koos Alberts. Sorry Koos, dat zei. Nee. Dan staat hij die blonde vrouwen door hun pruiken te rossen en te roeren. En de dag erop flikkert hij weer met zijn dronken hazes van een podium af. En blijkbaar is dat dus geen enkele reden om hem zijn duurbetaalde baantje af te nemen. Kijk, en dan ben je dus wel een echte Jan. Dus je bent dag in dag uit lam. Je staat gewoon voor de camera's vrouwen aan te randen. En niemand zegt er wat van. Oh nee, Jan Kloot heeft pijn in zijn rug. Nou, Juncker, ik zal je vertellen. Als je lam op je werk kan verschijnen, je verdient miljoenen per jaar, dan ben je gewoon een echte Jan. Nou, zo is het. Oh, even over een nat washandje gesproken. Mark Rutte. Wat is er met uw arm? Oh, niks bijzonders. Ik heb een onhandige move het fiets gehad vorige week. Waardoor het handelschudden, wat in mijn vak tamelijk belangrijk is, even een weekje wat minder goed gaat. Oh, even een weekje minder goed gaan. Nou, dat Mark Rutte ons land in de uitverkoop heeft gedaan, dat is wel bekend. Met het pak van Marrakesh en met die transferunie en met die open grenzen en met alle belastingtoename en al de klimaatonzin. En gaan ze nog maar even een tijdje door. Maar dat hij zo'n ongelooflijk opportunistische zak hooi is, dat hij denkt dat hij met een briefje, met een advertentiebriefje over een vaasje, ons op andere gedachten kan brengen. Ja, dat had ik nou niet verwacht. Wat een lul van een premier hebben wij, zeg, niet te geloven. Ja jongens, ik heb jullie helemaal uitgewoond. Hier heb je een briefje. Ik schrijf over een vaasje. Dan is het nu weer goed zeker. Nee. Klaas Dijkhoff. Mijn hoofd slaat gewoon allerlei nutteloze informatie op. En daar kan ik nu eindelijk iets mee doen. Dus dat vind ik wel fijn. Ja, Klaasje Dijkhoff. Die kan eindelijk iets doen met al die nutteloze shit in zijn hoofd. Ja, die werd natuurlijk deze week politicus van het jaar. Klaas Dijkhoff. Ja, de fractievoorzitter van de VVD. Heeft werkelijk nog nooit op iets zinnigs kunnen betrappen. Ik heb hem echt nog nooit op iets zinnigs kunnen betrappen. Alleen maar van die lege proefballonnetjes. En achteraf goed praten van shit. Die je als politicus eigenlijk vooraf had moeten voorkomen. En toch. Toch politicus van het jaar geworden. En die partij van hem, die blijft ook gewoon het altijd goed doen in de peilingen. Mijn vraag is, hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Ongelooflijk, ja, dan ben je eigenlijk wel een echte Jan als je natuurlijk niet helemaal presteert. Eigenlijk helemaal niet presteert. Maar uiteindelijk wel gewoon de eerste plaats wint ergens. Vanwege het eigenlijk niet presteren. Nou, Dijkhoff, je bent gewoon een echte Jan, laat eerlijk zijn. Edwin Evers! Mede dankzij hem is het ochtendradiolandschap voorgoed veranderd. En met respect en bewondering voor dit veelzijdige comedy-talent wordt door de jury deze Comedy Award 2018 hem toegekend. Wauw. Applaus. Ja, ja. Want Edwin Evers is natuurlijk gewoon een ongelofelijke radioheld. Hij stopt na 354 jaar met zijn ochtendshow. Evers staat op. En dat is natuurlijk zonde. Maar die kerel heeft natuurlijk ook geen leven gehad met die werktijden die hij altijd... Hoe vroeg moet zo'n man op? 3 uur 's nachts?
Virusnachts op, elke dag virusnachts op. Het is niet te geloven. Nou ja, geniet van het uitslapen, Edwin. En bedankt voor je meesterlijke werk. Je hoort hem overigens de prijs van een of andere prijs. Iedereen geeft elkaar toch prijzen bij de NPO. Maar in ieder geval een prijs winnen. Uit handen van André van Duin. Kijk, en nu ga ik dus even iets zeggen. Dan denk je, krijgen we nou een positieve noot bij de echte Jan? Jazeker, die krijgen jullie. Want Edwin Evers is een ongelofelijke held. Omdat hij een ongelooflijk goede radiomaker is. En grappig met al die... Evers, weet je dat niet? Dat is echt fantastisch. Een andere held van mij is dus André van Duin. Want dat is een van de weinige mensen die wij hebben in dit land. Met echt talent. En dan denk je, oh, wat gaat hij nu doen? Er zijn niet zo heel veel mensen in Nederland met echt talent. Als je bijvoorbeeld ziet wie bij ons de liedjes zingen. Mijn oude oppas Maan bijvoorbeeld. Dat is een gebrek aan echt talent. Dat had ik niet moeten zeggen. Maar als je dit hoort, grapje, je bent hartstikke goed in de nou ja. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of ja, Johan, ja. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, we gaan het vandaag eens even helemaal anders doen. Dan denk je, oh nee, gaat het toch niet weer helemaal anders doen? Jazeker, gaan we het helemaal anders doen. Want ik ga eventjes, even eens niet met iemand praten. En dan denk je, oh Jan, met wie ga je dan praten? Met mezelf. Weet je waarom? Omdat ik er niet goed van word, hoe het gaat met dit land. En dan kan ik wel tegen iemand zeggen van, joh, vertel mij eens eventjes wat je er allemaal van vindt. Hartstikke leuk om mensen in te interviewen. Maar die mensen, die nemen zoveel tijd en ruimte in met hun antwoorden. En ik hoor eigenlijk liever gewoon mezelf. Het is nog echt waar ook, hoor. Nee, maar laten we het even... Ik wil het gewoon even hebben in deze podcast van Echte Jan. We hebben het hier elke week over de onzin die in dit land aan de gang is. Wat ons over ons wordt uitgestrooid. Een verdrag van Marrakesh. Nu weer het klimaatakkoord. Alles is negatief voor ons, de inwoners van dit land. Dan denk je, hoe kan dat? Mijn stelling is, omdat we gek aan het worden zijn. Moet je opletten. Deze week komt de NRC, ja, met het verhaal dat ze dus zeggen, ja, er zijn veel te weinig mensen van kleur in kerstcommercials. Dan denk je, ja, dat kan toch godverdikke niet gek. Krijgen we nou, zeg, zitten we nou verdomme voor de televisie te tellen hoeveel doekjes en kleurtjes we hebben? Dat is racisme. Komt de Volkskrant, notabene, met het verhaal dat wij in de top 2000 alleen maar witte mannen hebben gekozen. Nou, dat is toch ook wat. Alleen maar witte mannen. He, witte mannen. Overal staat altijd witte mannen. Bij het NOS-journaal, ja, witte mannen. Bij de NRC, witte mannen. Bij de Volkskrant, witte mannen. Wij zijn blank. We zijn helemaal niet wit. Weet je wanneer ik wit zie? Als ik ziek ben. En een albino ziet wit. Nou, moet je eens aan een albino vragen hoe dat is in Afrika. Die worden in stukjes gesneden en die eten ze op. Zodat ze denken dat ze het eeuwige leven hebben. Ik bedoel, het wit zijn is helemaal niet zo leuk. Je bent of ziek, of je wordt opgegeten in Afrika. Nou, en nu zijn wij opeens allemaal wit. En hoe komt het dat wij wit zijn? Omdat ze in Amerika, de Social Justice Warriors in Amerika, hebben bepaald dat blank, dus wat wij zijn, niet goed genoeg is. Of niet, liever gezegd, niet slecht genoeg is. Wij mogen niet blank heten, omdat blank puur is en staat voor reinheid en schoonheid. En dat zijn wij helemaal niet, want wij zijn wit en wij zijn fout. Want we hebben vroeger allemaal negers in een boot geduwd en naar Amerika gestuurd, zodat ze daar katoen konden plokken. En dat was allemaal die witte, vieze, witte mensen die dat hebben gedaan. En al die rotwitte mensen, die hebben alle ellende in de hele wereld hebben ze gedaan. Nou, oké, die kleine slagpartij tussen de Hutu's en de Tutsi's, dat waren dan geen witte mensen, maar dat waren wel. Weet je hoe dat begon? Weet je hoe dat hele gebeurde daar begon? Toen ze elkaar daar met klavans de armen en de benen gingen afhakken? Dat begon met een oproep op de radio. En wie heeft de radio uitgevonden? Precies, meneer Bell. Nee, dat was helemaal niet meer Bell. Nou, Edison, was het Edison? Nou, in ieder geval, hij was wit, die klootzak. En daarmee begint alle ellende. Ik zou je vertellen, Eerste Wereldoorlog, wie begon die? Ja? Nou? Meneer Princip, die moest er nodig die gozer uit Oostenrijk-Hongarije voor zijn flikkers schieten in Sarajevo. Kleurtje van meneer Princip? Wit. Ja? Nou, dan weet je het wel. Adolf Hitler? Wit. Stalin? Wit. Mao Zedong? Ja, die was niet wit, die was geel. Mag dat trouwens, geel? Mag je wel geel zeggen?
Nou, in ieder geval, hou op met die verschrikkelijke onzin. En dan denk ik, nou, dan hebben we het toch wel gehad, hè? Met de, we moeten onszelf afschaffen. Want wij zijn wit en wij zijn slecht. En wij doen geen donkere mensen in. Waarom zou je überhaupt... hoe kom je erop om naar... Oké. Ik kijk bijna geen televisie meer, omdat het gewoon allemaal bagger is. Maar stel nou dat ik televisie zit te kijken en ik zie een commercial voor Albert Heijn of voor Hallo Jumbo of voor welke supermarkt dan ook. En dan ga ik daar zitten kijken en dan denk ik, wat voor kleuren heb je daar eigenlijk allemaal? Natuurlijk denk je dat niet. Je denkt toch alleen maar, ah, gadverdamme, dan ga ik niet vreten. Ik ga niet zitten gourmetten. Overigens gourmetten heel veel mensen tijdens kerst. Hey, kan je mij uitleggen wat daaraan is? Ik heb het ook wel eens gedaan. Je zit dus of aangebakken vlees te vreten, of rauw vlees te vreten. En aangezien dat verschrikkelijk dan duurt in die kleine kutpannetjes, kan je het enige manier om jezelf te vullen is stokbrood met saus. Nou ja, als het dus iets smerig vullend is in stokbrood met saus, en dan heb je eindelijk je kleine kutslaafvinkje, is dan eindelijk klaar, neem je een hapje weg. Want dat zijn allemaal leuke kleine artikeltjes. Donder toch op, verschrikkelijk. Gourmetten, uitgevonden door... Juist. Een witte man, neem ik aan. Ja, want anders hadden ze toch niet zoveel honger in Afrika. Is dat niet wat trouwens? Dat we gewoon Afrika allemaal gourmetstelletjes geven? Dan hoor je ze niet meer hoor. Ze zitten alleen maar met stokbrood met de theesaus tevreden. Dan is de honger ook gelijk afgelopen. Of is dat niet aardig? Nou, dat zal wel niet aardig zijn. Wat moeten we nog meer afschaffen in Nederland? Ik hoor net... dat we ook de lidwoorden af gaan schaffen. Liever gezegd, het lidwoord. Want er is nu een of andere... Ja, god, zo'n columnist-type. Trouwens, vrouwelijke columnisten hebben 2018 verpest. Allemaal. Alle vrouwelijke Nederlandse communisten. Communisten, nou, het zijn het ook trouwens. Columnisten, allemaal witte vrouwen, hè. Ze draaien trouwens, allemaal wit. Die hebben dit jaar verpest met hun gezeur en gezever over identiteitspolitiek en inclusiviteit en gelul. Maar goed, wat krijgen we nou? Hoe heet die vrouw? Die vrouw heet Nama Tahir. Nou, die is niet wit. Die is lichtbruin. Best lekker wijf daar. Maar goed, in ieder geval, die heeft gezegd... we moeten ophouden met het lidwoord het. Het moet niet het boek worden, maar de boek. En weet je waarom? Omdat het discriminerend is. Oh, weet je waarom? Nou, waarschijnlijk omdat het lidwoord uitgevonden is door een witte. Nee, omdat allochtonen die hier komen wonen de en het niet uit elkaar kunnen houden. Dus daar moet het afgeschaft worden. He? Dus de boek. Wat is de boek? Wat is de boek? We moeten dus allemaal praten alsof we allemaal op het VMBO feest zitten met z'n allen. En niet even verder zijn gekomen dan wat is de boek? Want dan voelen ze zich thuis. Dan zijn ze lekker inclusief in onze maatschappij. Als we net zo achterlijk gaan praten... Dat is trouwens hetzelfde. Hè? Dat ze, op universiteit in Nederland hebben ze besloten om het niveau naar beneden te krikken. Zodat er zwarte docenten komen. Of universitair docenten. Zodat ook er meer donkere leerlingen komen. Oh, dus we gaan het niveau gewoon bijstellen. Oh, dan komt het wel goed met onze inclusiviteitssituatie. Zijn we maar gek geworden, dat is echt niet te geloven. Nou, over die gekte wilde ik het dus eventjes met elkaar hebben. Niks mag meer. En alles is dus de schuld van de witte man. Nou, daar baal ik van. Ik baal ervan dat ik gereduceerd word tot mijn huidskleur. Want dat voelt namelijk een beetje, ja, hoe zullen we dat zeggen? Een beetje racistisch, hè? Dat ik de hele tijd... De grap is dat de vrouwelijke communisten, columnisten... allemaal schrijven dat alles de schuld is van de witte man. En dat die witte man racistisch is en seksistisch. Oh, maar wacht even. Maar jij hebt me net aangesproken op mijn geslacht en op mijn huidskleur. Dat lijkt wel racisme en seksisme. God, non u. Nou, ik ben lekker druk aan het maken. Ik ga nog eventjes luisteren naar iemand anders, want die wil natuurlijk ook aandacht, hè. Eindelijk eventjes geluid voor iemand anders. Heerlijk. Nou, daar is hij hoor, Lavinia Roos. Was de Volkskrant een hele zure linkse kutkrant. Zo zuur dat als je er een komkommer in wikkelt, het de volgende dag een augurk is. En nu is de Volkskrant natuurlijk nog steeds een enorme hele zure linkse kutkrant. Maar qua zuur, links en kut, ingehaald door de NRC. De NRC. Niet het, hè, want het is de zeef van Courant. En...
en volgens dat ene donkere type moeten we toch alles dun noemen. Nou, maar niet uit. Wat is dat toch een verschrikkelijke zure linkse kutkrant geworden? Vroeger was het zogenaamd voor slimme mensen, nu voor domme linkse mutsen. Echt niet te geloven. Deze week had de NRC een artikel waar je direct jeuk van aan je kringspier krijgt. Ja, een zielig hoopje mensen dat zich de journalist noemt, had iets gevonden. Waar komt het? Ja, daar komt het. Supermarkten gebruikt in hun kerstreclames op tv geen mensen met een migratieachtergrond. Oftewel, waar zijn de hoofddoeken en de negers bij de gezellige kerstdinees? En waarom doen die supermarkten dat? Waarschijnlijk omdat daar allemaal witte mannen aan het bewind zitten. En witte mannen zijn heel fout. Nou, hoe bedenk je het om rassen te gaan zitten tellen in een reclameblokje? Hoe ver van je taak ben je dan losgezongen, hè, als journalist? Hè, de bewaker van de macht, of de controleur van de macht. Mijn hemel. En natuurlijk worden wij blanke doodleuk weer witte mensen genoemd. Dus met het linksactivistische taaltje om meer diversiteit te roepen in een fucking kerstcommercial. Wat zou deze ontzettende trutholaar van vinden als ik nou eens rassen zou gaan tellen in reclames? Dat ik een artikel schrijf dat er wel iets te veel negers in een commercial zit? Of dat het Nederlands elftal veel minder zwarte moet opstellen omdat dat niet representatief is qua samenstelling van de samenleving? Of dat we geen moslims in folders moeten hebben omdat die folders helemaal niet door moslims worden gelezen? Want die kunnen het verschil tussen dun en het niet uit elkaar houden. Ga zo maar even door. Ik weet wel wat er dan zou gebeuren. Want deze journalisten zou er schande over spreken. Ze zou me uitmaken voor racist, voor een fascist die geobsedeerd is door rassenleren. Een heuse nazi. En dat is nogal hypocriet als je blijkbaar niet naar een reclame kunt kijken zonder te denken aan welke kleur de acteurs hebben. Smakeloos en racistisch als de pest. Nou, ik vond het lang niet slecht. Ik vind dat hij een punt heeft. Maar ik wil heel even over de gekte praten. De gekte van 2018. Het klimaatakkoord. Ja, elk moment wordt dat getekend. En wat betekent het? We moeten heel veel meer gaan betalen voor onze energie. Dan denk je, oh, wat erg. Ja, dat is wel heel erg. Want wij betalen al verschrikkelijk veel belasting. Tegenwoordig gaan we dus nog meer belasting betalen op gas. Want daar moeten we vanaf. En waarom moeten we er vanaf, Jan? Nou, gas is heel slecht voor ons. Oh ja? Nee. Maar waarom moeten we er dan af? Nou, omdat we natuurlijk af moeten van die Russen. Maar zeg dat dan gewoon. Zeg dan gewoon, jongens, we gaan van het gas af omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van die Poetin, van die paardenpik. Dan denk ik, oh, nou, geopolitiek heb je wel een puntje, maar toch niet leuk dat ik meer moet betalen. Nu gaan we dus meer voor gas betalen omdat het zogenaamd slecht voor het milieu is. Terwijl gas de enige energiebron is die gebruikt kan worden in de transitie naar werkelijke duurzame energie. Dus wat zie je nu gebeuren? Mensen gaan dus terug naar kolen. Hè? Naar bruinkool. In Duitsland zijn ze zo totaal gek geworden dat ze alle kernenergie eraf hebben gekoppeld. Want heel slecht, want mogelijk komt er een tsunami Duitsland inrollen. Het is net in Fukuyama in Japan. Overigens kan dat niet, hè? Want ze liggen alleen maar aan de noordkant een beetje bij de zee. En het is onmogelijk dat daar ooit een tsunami komt. Want er zijn namelijk helemaal geen breuklijnen daar. Maar dat doet er niet toe. Hè? Al die kernenergiecentrales zijn gesloten. En wat stoken ze nu in Oost-Duitsland? Bruinkool. Ja, het meest vervuilende stukje energie. Bruinkool. Ja, dat wordt dus nu gewoon gestookt in plaats van kernenergie. En kernenergie is nauwelijks vervuilend. Liever gezegd, er blijft een beetje rotzooi op. En dan kan je gewoon opslaan. Dus we gaan dus alleen maar naar een slechter klimaat of een milieu. Want ik geloof helemaal niet in die klimaatsituatie. Maar wat mij nou het meest irriteert, is dus dat die types roepen van, jullie moeten dus aan de warmtepomp. Hè? Gas moet weg en jullie moeten aan de warmtepomp. Niemand kan dat betalen. Wie kan dat wel betalen? Juist, de mensen die het beslissen, zoals bijvoorbeeld Jesse Klaver. En nu vind ik het dus leuk, hè? Jesse Klaver, die heeft dus een huis in Den Haag. En die staat dus te koop. En die heeft dus op zijn klimaatneutraal, hoe is het goed, is het geïsoleerd, een D staan. Ja, A is goed geïsoleerd, D is slecht geïsoleerd. Dus Jesse Klaver, die deelt dat tegen ons zegt, gewoon middenklasse, die geen nagel op de rug te hebben krabben, omdat we al die links klote hobby's van hem moeten financieren, zegt hij, ja, we moeten gewoon even allemaal de kontje eronder, even voor het klimaat. Huppatee. Totaal op niks gebaseerd, overigens, het CO2, dat is nog nooit aangetoond dat het een
dat het probleem zou zijn voor de opwarming van de aarde. Liever zeggen, die hele opwarming van de aarde is nog nooit op een normale manier aangetoond. Maar wat ook. Maar hij zelf heeft zijn huis dus niet geïsoleerd. En hij heeft er verdomme nog een pelletkachel staan ook. Hij staat gewoon troep te verbranden. Hij heeft verdomme nog een motie ingediend dat we moeten ophouden met open haarden en met barbecues. Omdat dat zo slecht is voor het milieu en voor het klimaat. En hij stookt zelf pellets. Stookt hij op. Nou ja, je weet het wel, dat is niet een hele pellet. Maar er gaat in ieder geval gewoon hout in van bomen. Ja, ik dacht dat het zo'n bomenliefhebber was. Maar dus zo zie je maar. Hè? Dus die types die tegen ons zeggen van, ja, jullie moeten nu van het gas af. Jullie moeten nu ongelooflijk veel extra belasting betalen om die klimaatonzin voor ons te betalen. Die doen het zelf dus niet. Die zijn dus niet van plan om aan te passen. Maar ze verwachten het wel van ons. Kijk, en daar die knelt nou de schoen. Want die eikeltje, hij draagt een eikeltjespyjama, dan mag je hem ook eikeltje noemen. Want het eikeltje, die wil wel dat wij ons leven aanpassen, maar doet het zelf dus niet. Net zoals Femke Halsema, toevallig ook van die partij van GroenLinks, de burgemeester van Amsterdam. Overigens, jezus, wat wordt van Amsterdam een colerebende gemaakt. Ze hebben al, ik weet niet hoeveel, 10.000 of 20.000 parkeerplaatsen hebben ze daar geschrapt. Ze hebben dus het parkeergeld naar €7,50 per uur gedaan. En, nou ja, en nu zeggen al die cruiseschepen die daar aankwamen altijd van, ja, we moeten nu ook belasting betalen. Toeristenbelasting voor dagjesmensen. Serieus? Dat willen ze daar ook hebben. Dus die zeggen, we gaan gewoon naar Rotterdam, krijg de persbeurs maar met je Amsterdam. Dus wat gebeurt er straks? Hè? Net zoals wat nu in Venezuela gebeurt met al die linkse engnekken die daar aan het bestuur zijn. Er is straks geen geld. Alleen de Venezuela heeft dan niet de provincie die het kan ophoesten. Dus Venezuela gaat helemaal naar de kloten. Maar je kan nou al vertellen, ik kan je nou op een briefje geven. 2019 wordt het jaar dat Amsterdam vraagt of het Rijk wil bijspringen omdat ze geen geld genoeg hebben. En hoe komt dat? Omdat het linkstuig is. Ja, nou, hebben we dat ook gehad. In ieder geval, die Femke Halsema, die had de kinderen ten tijde dat ze voor GroenLinks in de Tweede Kamer zat, had ze de kinderen op een zwarte school gedaan. Heel lekker inclusief. Ze had wel een keer gezeurd dat die kinderen geen worst mee naar school moeten, omdat ze dan in elkaar geslagen werden door hun islamitische medeburgertjes, omdat ze namelijk dan varkensvlees op de brood hadden. Nou, hadden ze zich aangepast, geen varkensvlees meer. Nou, toen ging het al een stuk beter. Totdat Femi Pemmi uit de Tweede Kamer stapte. De volgende dag haalden ze de kinderen dus van de zwarte school af. Ja? Nou, hetzelfde, Femke Halsema, die wilde dat in Amsterdam geen oude auto's rijden. Want die zijn zo ontzettend vervuilend. Zo zie je ook al die milieuzones in alle steden waar gekke GroenLinks-vrouwtjes aan de wind zijn. In Utrecht heb je dat. Ik heb een keer in Utrecht dus €100 bekeuring gehad. Omdat ik notabene een Volvo V70, waar er nog een roetfilter op zat. En weet ik wat allemaal, de schoonste diesel van die tijd. Heb ik €100 gekregen, omdat er een omleiding was in die stad die door de milieuzone ging. Dan moest ik €100 betalen. Overigens waren die camera's die mij fotografeerden aangesloten op een dieselaggregaatje. Ja? Nou, die Femke Halsema van GroenLinks, die reed in een hele oude Mercedes diesel rond ten tijde dat ze zei dat de rest van de stad moest ophouden met in oldtimers rijden. Nou, dat is dus GroenLinks. Ja? En daar word ik dus dood en doodmoe van. Dus ook dat wil ik in 2019 niet meer tegenkomen. Ja? Van die mensen die zeggen, ja, jullie moeten veranderen, want alles gaat anders stuk. Maar ik ga niet veranderen. Flikker toch op, zeg. Wat is dat nou voor lul, zeg. Nou ja, in ieder geval, ik ga zo nog even door met de mergenissen van deze tijd. Van de totale gekte in het land. Maar het wordt ook tijd dat we ook andere mensen aan het woord laten. Bijvoorbeeld mijn Tsjechische vriend, Martin Čímek. Wij leven in een wereld waar alles wat leuk is kapot moet. Zeker als blanke mannen, witte mannen, iets leuk vinden. En wat vinden blanke hetero mannen leuk? Wat zien wij als ons voorbeeld? En dromen wij over om een dagje hem te mogen zijn? Juist, die James Bond. En wie moet er nou weer stoek? Precies, die James Bond. Eens kreeg 007 in een artikel op zijn Flickr dat hij een viezerik is. Hij had met te veel vrouwen seks in die films. Liever gezegd, James reekt zoveel chicks aan zijn spietje dat het wel eens onvrijwillig had kunnen zijn. Me too bij die James Bond. Die dames die vielen niet voor zijn charmes op hem. Hij dwong ze of zoiets. En of godverdamme nog niet genoeg was, kreeg hij ook nog eens het verwijt
naar zijn kop gesmeten dat hij nooit begint over condooms. Dus hij is niet alleen een smeerlap, ook nog eens een wandelende soa-bom. Je begrijpt dat die pussies in Hollywood dit gelijk gaan aanpassen. James zal wel eens op een homo zijn. James zal wel opeens homo zijn. En met een transseksueel uit Eritrea tantra oefeningen gaan doen in een yogahut op die hoogvlaktes van Nepal. Om het nog eerder te maken, er kwam ook nog een studie dat James Bond een alcoholist is. Hij drinkt veel te veel martinis volgens dit onderzoek. Samengevat, 007 moet minder neuken en minder drinken. En weet jij hoe zo iemand heet? Nou, zo iemand heet een vrouw. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nou, het is toch ongelooflijk, hè? Die Martin die vindt er wel van alles en nog wat. Ik ben het wel met hem eens overigens. Dubbel 007 moet stuk. Het is echt waar. Er was onderzoek gedaan dat James Bond te veel vrouwen had. Te veel lag te wippen. Nou ja, hij lag gewoon redelijk wat te wippen in die films. Maar dat het dus wel onder dwang zou moeten zijn geweest. Want zoveel vrouwen kan je niet zomaar versieren. Nee, dat is niet waar. Kan je niet uit eigen werk vertellen. Maar ik denk dat James Bond dat toch verdomme welke. En het is een film! Jezus, het gaat over. James Bond die bestaat natuurlijk helemaal niet. Het is bedacht. Hè? En het is een soort prototype van een echte man die wij dan willen zien. En hij schiet allemaal mensen dood. Dat doen ook de meeste mensen niet zomaar opeens. En hij ligt vaak met mooie wijven te wippen. Ja, dat willen we allemaal wel. Hè? En als hij binnenkomt, zegt hij... One martini, shake and not stirred. En dat is mooi. En dan komt er weer een of andere trut en die zegt dat hij weer te veel zuipt en te veel ligt te naaien en dat dat niet goed is. Waarom moet alles wat leuk is stuk? Dat is een beetje... Eigenlijk is dat het hele probleem van deze tijd. Alles wat een beetje leuk is, moet stuk. Tradities moeten stuk. God, wat was er met kerst nou? We hadden natuurlijk Zwarte Piet moest afgeschaft worden. Er was met kerst nou ook weer iets. Wat was er nou? Volgens mij moest de kerstbomen moesten weg. Winterborrel. Oh, dat was het. Winterborrel. Albert Heijn, die overigens... kijk, dat hij zijn kerststol, feeststol noemt, begrijp ik wel. Want dan kan je die troep andere feestdagen ook verkopen. Daar kan ik nog wel in komen. Maar dat je op een gegeven moment een kerstborrel winterborrel gaat noemen. Omdat anders de moslimpjes boos worden. Die overigens toch niet zouden komen borrelen. Omdat ze van Allah helemaal geen borrel mogen drinken. Dus waar doen we het voor? Dan gaan we, dus voor mensen die sowieso niet komen. Ja, of één appelsapje staan te drinken met een chagrijnige kop. Die gaan dan gaan we ons al op aanpassen om het winterborrel te noemen. Terwijl ze niet eens komen. Want dan is het lekker inclusief. Ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Waarom moet dat nou? Volgens mij is een inclusieve samenleving. Ik ga even een lesje geven. Ik ga eens even een lesje geven in normaal nadenken. Moet je verdomme dat het verdomme uit Jan Roos moet komen. Nou, dat is toch ook wat. Let op. De inclusieve samenleving is inclusief alle smaakjes en kleurtjes. Ja. Dus couscous en boerenkool. Ja. Dus roti en Israëlische falafel. Nou, hebben we dat gehad, hè? Dat palet. Dus als de moslim zegt... Ja, ik mag van mijn god even geen varken eten... en ik mag even van mijn god even niet bier drinken... dan zeggen we... Oh, nou, oké. Dat kan. Dat hoef je ook helemaal niet te doen, Mohammed. En dat er dan een jood zegt van... Ja, luister eens eventjes. Ja, ik kan niet op zaterdag komen. Want op zaterdag zit ik thuis een beetje te knikkenbollen. En mag ik niet eens een lichtknopje zelf doen. En als mijn kind geboren wordt... Ja, dan hak ik een stuk van zo'n lul af. Dan zeggen we... Oh, nou, kan. Is een keuze. Hè? Niet de mijne. Maar prima. Doe lekker wat je wil. En als je dus bijvoorbeeld de Hollandse boeren zoals ik heb... Die zeggen van... Ja, wij houden van vlees. En wij houden van varkensvlees en van bier. En dan zouden zij dus moeten zeggen... Oh Jan, nou dan moet je dat lekker doen. Maar wij doen dat niet, want wij houden er niet van. Kijk, en dat is dan een inclusieve samenleving. Hè? Dat je zegt... Oh, jij bent homo. Nou, leuk. Doe je best. Ik niet. Ik ben hetero. Ik doe met vrouwen. Jij doet met mannen. Nou, ook goed. Hartstikke leuk. Oh, ik eet varkensworst. Jij niet. Nou, ik wel. Nou, oké. Okay. Ook leuk. Ja. Dat is een inclusieve samenleving. Niet dat we een soort half genderneutrale, totale vlakke vlakte van eng grijs tinten aan elkaar plakkende saaie kut.
kutbedoeling ervan maken. De bedoeling is van inclusiviteit dat je dus een feestje hebt met verschillende smaken, hapjes en drankjes, ja. En niet dat je dus alles maar één hebt, zodat iedereen tevreden is. Want mensen zijn niet tevreden met één en hetzelfde. Of weet je wat, ik zou je vertellen. Wij hadden dus een borrel bij mij op de school van mijn kinderen. En wat was het voorstel van een moeder? Geef de kinderen alleen maar water. En de ouders die moeten geen alcohol meer drinken, want dat is een slecht voorbeeld. Geef de kinderen alleen maar water. Dat is gewoon het begin van... Dat is een soort genderneutraal drink is dat. Dus kinderen... Hoi kinderen. Oh ja, we hebben hier een feestje. Jullie mogen alleen maar water. Nou, ze mochten ook geen snoepjes, want dat was ook slecht. Suiker is ook slecht. En de ouders mochten geen alcohol drinken, want dat was een verkeerd voorbeeld. Nu werd dat feest betaald door ouders die daar bier stonden te drinken voor te veel geld. Ja? Dus wat deden we? Hè? Dus dat drinken, dat moest weg. En toen kwam de directeur van school, van wie je toch verwacht, hè, een directeur, die is met kinderen bezig, niet met zuipende ouders, die zei, lieve inclusieve moeders, als we dat doen, gaat het feest niet door, want dan hebben we namelijk geen sponsoring. En toen waren ze stil. Nou, dus we hebben lekker staan te zuipen. Hè? Ja, toch? Nee, maar dat is toch waar het om gaat. Kom op nou, zeg mensen. Dus nogmaals, in 2019, als we het een beetje gezellig met elkaar willen houden, gaan we voor het volgende. Ik accepteer jouw keuzes en mogelijkheden en dingen die je wel wil en die je niet wil. En jij doet die van mij. En is één ding leidend, dat is het wetboek. Geen andere boekjes, geen andere ideologieën, geen godsdiensten, geen gesodemieten met wat dan ook. Alleen het wetboek. En verder mag je alles lekker doen waar je zelf zin in hebt. Dus, dan is het een leuke inclusieve samenleving. En dan zou de multiculturele samenleving ook enigszins kunnen slagen. En tot die tijd niet. En aanpassen met dat we dan de alleen maar als de enige lid wordt gebruikt. Weet je, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want wij moeten niet ons aanpassen aan een laag niveau. Zij moeten aanpassen aan hoog niveau. Zodat ze mee kunnen doen. En dan is het allemaal gezellig. Nou, heb ik het goed uitgelegd? Ja, yeah, prima. Fijn om te horen. Nou, dan gaan we nog even naneuken, want dan vind ik het wel mooi geweest. Oh, de naneuk. Ja. Ja, spijt me hoor dat jullie alleen maar naar mij moesten luisteren. Maar ik moest het een keer kwijt. Ik word er zo moe van. Alles moet maar stuk gaan. Het gaat verdikken alleen maar over rassen. En over wat dingen die wel mogen. Genderneutraal en dat soort gelul. Weet je, je bent man of vrouw. En je kan je best wel ergens tussen voelen. Een tussenfase. Vind ik ook allemaal niet erg. Moet je allemaal zelf weten. Maar daar gaan we toch ons niet op aanpassen, zeg. Jezus, elke gekste gebrek toch? Jezus, je hebt tegenwoordig een x-je in paspoorten. Verslavend op mensen. Dat bestaat gewoon niet. Hé. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar Rechte Jan. Wil je helpen deze uitzendingen mogelijk te maken? Ja, steun me dan even op janroos.backme.org. En doneer voor deze wekelijkse vennerij voor je oren. Dus volgende week ben ik er weer. In het nieuwe jaar komen een hele sloot nieuwe en goede gasten. Ik heb een prachtige lijst samengesteld. En volgende week ga ik er meer over vertellen in de oud en nieuwe uitzending. Nou, doei! Oh, de naneuk. Ja. Yeah.